Hartelijk welkom namens het gemeentebestuur op de ontvangst van de gedecoreerden. En het is toch ondertussen een beetje gebruik geworden om dan de nieuw gedecoreerden om in ieder geval even naar voren te brengen, naar voren te vragen, zodat wij even allemaal zien van wie er allemaal gedecoreerd zijn het afgelopen jaar. Mag ik Tony Donkers, Gerry Lauwe heb ik ook al gezien, Jan Vogels, Mari van der Vleuten heb ik ook gezien, mag ik die hier naar voren vragen. Dora Buiting zou hier ook heel graag geweest zijn, maar helaas, vanwege familieomstandigheden is ze er niet, heeft zich keurig bij mij afgemeld. Johanna Bok, dat zijn de zes die ik in ieder geval afgelopen vrijdag mocht decoreren. Daarnaast heeft de commissaris van de Koning eind vorige maand, twee personen gedecoreerd, Daniel Aerts en Maginda Prins. Mag ik die ook even naar voren vragen, want dat zijn toch de mensen die in het zonnetje gezet moeten worden. Harry van Kuik, door de gemeente, de gemeentelijke onderscheiding gekregen. Ja, en dan hebben we er nog eentje, en ik sta eigenlijk midden tussen die feestelingen. Want ook het NDA is het afgelopen jaar onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Mag ik, meneer Passier, de voorzitter, mag ik die ook even hier naar voren vragen? Dit zijn dan toch de mensen die het afgelopen jaar, op de een of andere manier, zeg maar, voor de bijdrage van de gemeenschap, zeg maar, onderscheiden zijn. En ik denk ook heel terecht, want ik ga je zo meteen ook even... Hoe hebben ze jou in het ooitje genomen? We zouden een gesprek hebben met wethouder Van der Heijden op de kinderboerderij. Want er staat natuurlijk nogal wat te gebeuren aan veranderingen. En die zou om 9:30 komen. En die was er om 9:30 helemaal niet. Zelfs om 10:00 was hij er nog niet. Dus ik begon me al een beetje boos te maken. Hè, want ik ben een man van de tijd. En in één keer komt de burgemeester binnen. Ik denk, waar komt die man? Moet er die ook al bij zijn? En vervolgens een hele sliert en een hoop familie. En dan valt het kwartje natuurlijk wel. Maar ik was totaal verbluft. Ik had dat helemaal niet verwacht. Wij zouden eigenlijk uitgenodigd zijn in Os in een museum voor een bijzondere gelegenheid. En daar moesten wij naartoe. Onze zoon was in het complot met mijn man. En het was bijzonder. Ik kwam voor een vergadering naar de Wereldwinkel. En ja, dat liep dus anders af. Ja, ik was helemaal overdonderd. De burgemeester kwam mij halen op de werkplek eigenlijk. En toen moest ik meekomen, want hij had iets voor mij om te vertellen. En toen kwam ik in de ontmoetingsruimte van de kringloop en toen zat het helemaal vol. En toen, dan gebeurt er wat. Hè. Het is eigenlijk een film geweest. Die is afgedraaid en aan de rand heb ik hem nog wel meerdere keren gezien, zeg maar. Wat ik het allermooiste vond, was dat er zoveel mensen waren. Mijn familie uit Rotterdam. Twee zussen van boven de 80 en een zwager van 86. En nog heel veel vrienden en kennissen. En mijn kinderen en kleinkinderen, dat vond ik ook heel fijn. Dat was eigenlijk het allerfijnste. Ik heb heel veel mailtjes gehad, telefoontjes, gisteren nog kaarten. En zelfs iemand die was op vakantie, die had in Turkije de krant gelezen. En die stuurde nog via zijn mobiele telefoon nog een mailtje. Het is allemaal overweldigend. Ik had die echt niet verwacht. Ik ben er ook echt een paar dagen niet helemaal een beetje confus van geweest, laat ik het zo maar zeggen. Het is toch een hele bijzondere ervaring.